Ik ben Robin, ik ben 30 jaar en ik ben chemisch analist. Daarnaast doe ik ook vrijwilligerswerk bij de HIV-vereniging. Op het moment dat ik hoorde, was via de telefoon. Ik was dus HIV-positief. En dan gaat van alles door je heen. Ik ging eerst vertellen aan mijn tandarts. Ik dacht dat dat verplicht was. Die deed er geschrokken over. Ik had het liever anders gedaan. Ik kan begrijpen dat professionals niet altijd weten wat HIV is. Het is natuurlijk wel fijn als ze er iets van weten. Ik vind het heel fijn dat ik een keuze heb om te vertellen dat ik HIV-positief ben. Bijvoorbeeld, ik heb mijn voet een keertje gebroken en het ziekenhuis wilde graag weten wat mijn HIV-status was. Ja, ik vond het toen wel fijn om te weten dat ik dan een keuze had om niet te vertellen. Ik zou alleen maar vertellen wanneer de kans op overdracht zeer groot is. HIV-status is maar een status, dus dat is maar een heel klein deel van wat ik ben.